D66 praat niet alleen over verandering, we brengen het ook. Al meer dan een halve eeuw. Wij vinden dat het huwelijk zoals dat nu in de wetgeving staat, in het burgerlijk wetboek, opengesteld moet worden. Ergens is er vaak een grens. Dan kan het heel goed zijn dat iemand zegt, ik ben gewoon eraan toe om met leven te stoppen. Daarmee is het wetsvoorstel aangenomen. Ik denk aan al die patiënten op de wachtlijst. En dat is waarom ik zo ontzettend blij ben dat we hier een meerderheid hebben gehaald. So dear students, let me be clear. The Netherlands' future is and always will be European. We kunnen die klimaatdoelen halen. We zijn op de goede weg, tegelijkertijd ook nog maar net begonnen. We zijn eerlijk over de problemen en duidelijk over de oplossingen. Van drammen naar doen. We hebben het jaren gehad over stikstof. De natuur staat er nog steeds slecht voor. En als boer weet je nog steeds niet wat je toekomstperspectief is. Enorme investeringen in het onderwijs. Bijna 10% salarisverhoging voor leraren dankzij D66. Voor het eerst zijn de klimaatdoelen binnen bereik. Het gaat veel over bestaanszekerheid, deze campagne. En natuurlijk, een goed minimumloon hoort daarbij, maar dat is een vangnet. Welke springplank bieden we nou mensen om wat van hun leven te maken? En dan gaat het in Nederland uiteindelijk om de vraag, staat er 5 dagen in de week een goede docent voor jouw klas? Wij zijn ook een partij die positief in het leven staat. Wij geloven dat de toekomst beter kan worden als je met het onderwijs durft te investeren in de kwaliteiten van mensen. En als je uiteindelijk ook vecht voor onze democratische rechtsstaat, dat je niet wordt beoordeeld op je naam, op je kleur of je geloof. Maar dat iedereen in dit land mee kan doen.